Op een gegeven moment een hoge Duitse officier bij mijn vader langskwam van kan ik gemasseerd worden of kan ik heilgymnastiek lessen, ik weet niet meer precies wat het geweest is. En die dacht van ja, ik moet hier ook geen gedonder mee krijgen, lijkt die man in eerste instantie maar zeggen van dit wil ik wel gaan doen, we gaan een afspraak maken. Maar die heeft wel bij je verteller geïnformeerd van kan ik dit wel doen, breng ik jouw positie in gevaar? Waarop je verteller geantwoord heeft, juist wel doen, want hoe meer Duitsers hier voor hun eigen gedoetje langskomen, hoe vertrouwder het adres wordt en wekken wij minder argwaan. En de Malibaan. Dat was voor de Duitsers een soort van, vergelijkbaar met Unter den Linden in Berlijn. Waar, zoals heel veel mensen al weten, dat er veel kantoren van Duitse instanties gevestigd waren. Zoals de Gestapo, de Luftwaffe, etc. Nou, en dat zou hier ook in Utrecht dan gaan gebeuren. De Duitsers die voelden zich eigenlijk hier redelijk goed thuis. En het werd ook eigenlijk het kleine Unter den Linden genoemd onder de Duitsers. Meer vertellige, die woonde op de bovenverdieping. En mijn moeder solliciteerde dus naar de benedenverdieping. Had een soort ballotagegesprek met meer vertellige. En dat is beide dames goed bevallen. En die Duitsers zijn eigenlijk op twee manieren zijn ze in de luren gelegd door Tellegen en haar. In haar omgeving. Tellegen had zich een naam aangemeten als dokter Max in het verzet. Ze wisten de naam, dat was ook de codenaam. Alleen ze hadden zich niet gerealiseerd dat het eigenlijk niet om een man ging, maar om een vrouw. Die naam had ze zelf bedacht. Ze kwam erop door de M te nemen voor Marie, de A voor Anne en de X voor de grote onbekende. En de Duitsers hebben zich jarenlang het hoofd gebroken om uit te zoeken wie die dokter Max nu precies was. En pas aan het eind van 1944 zijn ze erachter gekomen dat dokter Max naast hen woonde. Zij was zo uiterlijk was ze een statige, wijzige vrouw die alleen al door haar verschijning opviel. En zij was ook altijd streng gekleed, maar onder haar strengheid en onder haar wijzigheid borrelde een rebelsheid die ze van Carrie van Brugge voor een deel overnam. Die had ze in haar buurt in Amsterdam-Zuid wel eens tegengekomen. Volgens mij op het initiatief van Tellegen komt dat contact verder tot stand. En die twee vrouwen die liggen elkaar, ook al is er een groot leeftijdsverschil. En het wordt een hele innige relatie, zeker als Carrie op een bepaald moment scheidt van haar man, Kees van Brugge. En in Laren gaat wonen en dan zien ze elkaar heel regelmatig en wordt veel gepraat over boeken en cultuur. En over het innerlijk van de mens. Ze heeft zich altijd sterk gemaakt voor de emancipatie van de vrouw, maar ze heeft zich nooit feministe willen noemen. Op geen enkele manier in haar carrière, op geen enkel moment ook. En ze kon ook zich geweldig druk maken om de domheid van mannen. De domheid van haar collega's op het werk bij de gemeente. Dat ze in brieven aan haar vriendin Anne Maas, er is een mooie briefwisseling in het Nationaal Archief, waarin ze openhartig over dit soort dingen schrijven, en heeft het over de proleten die mannen soms tijdens gemeenteraadsvergaderingen kunnen zijn. Zij werd wel de rechterhand van de burgemeester genoemd en sterker nog, ze werd ook wel genoemd dat zij eigenlijk na verloop van tijd de burgemeester was. En toen op een gegeven moment de jodenvervolging in werking werd gezet door de Duitsers en er werd verordeneerd dat op de toegangswegen naar Utrecht borden kwamen te staan van voor Joden verboden en Terpelkwijk dat weigerde. Toen werd Terpelkwijk ontslagen als burgemeester en werd vervangen door een NSB-burgemeester van Ravenswaaij. Tot groot genoegen overigens van de NSB, want Utrecht was een NSB-stad, de NSB-stad in Nederland. Zeker een verband tussen het bezoek van Himmler in 1942 aan de Malibaan en de Jodenvervolging in Nederland. Op dat moment stond het eigenlijk al zover dat de eerste transporten klaar stonden vanuit Westerbork naar Auschwitz.
En ja, Himmler kwam hier gewoon om te kijken hoe het ervoor stond, wat de stand van zaken was. En zij heeft toen bij Van Ravenswaaij, die NSB-burgemeester, haar ontslag ingediend en gezegd: ik kan niet onder u werken, ik kan geen sympathie opbrengen voor de nieuwe orde die aan het ontstaan is, die u ons wil opleggen. Dus ik vraag ontslag aan. En dat vond Van Ravenswaaij een mannelijke manier van optreden. En dan had hij je merkt zo in zijn doen en laten over haar dat hij daar wel waardering voor had. Dat was ook het moment dat Zelig in de handen vrij had om echt het verzet in te gaan. De mensen van het verzet die bij haar langskwamen, de mannen daarvan, was afgesproken, die kwamen bij ons binnen. De vrouwen belden bij haar aan en gingen direct door haar voordeur de trap op. Maar de mannen die dus bij ons binnenkwamen, werden binnengelaten, ging de voordeur dicht en direct achter de voordeur. Er zat een tussendeur in met een schuifje bovenin. Dat schuifje, dat herinner ik me nog heel goed, dat ging los, deur open en gingen die mannen, gingen naar boven. Maar het typische was dat in het midden van de gang ongeveer een tweede trap zat. Maar het werd als een soort garderobe gebruikt. Maar daarboven zaten die traptreden, zaten daar nog steeds. En die kwamen dus ook op haar verdieping uit. Dus dat was heel bijzonder aan het huis, die twee trappen. Als zij mensen van het, met name van het verzet op bezoek had, die niet aangetroffen mochten worden door degene die huiszoeking kwamen doen, die werden dan op die trap gezet. Zoals ook mijn vader daar, in de tijd dat hij gezocht werd, op die trap heeft gezeten. En ik neem aan, dat heb ik gereconstrueerd, dat dan die trap dichtgezet werd met een luik wat erop gelegd werd, waarschijnlijk een kleedje erover. En dat iemand die daar huiszoeking kwam doen, niet direct door had van, hey, is hier een trap? Nee, dat zag je gewoon niet. Maar die was er dus wel. Ze kenden bijvoorbeeld Ger Kempen, dat is een criminoloog in Utrecht in die tijd. En die zat ook in veel organisaties die verzet boden. Hij wist Marina aan het zelf onder andere te interesseren voor het Utrechts Kindercomité. Dat is een organisatie geweest in die tijd die Joodse kinderen een veilig heenkomen konden bieden om ze om elders in Nederland onder te brengen. Verder kwam op een gegeven moment het verzoek van Vrij Nederland om een provinciaal verspreider van het blad te worden. Het waren tamelijk gevaarlijke ondernemingen om die couriers en die verspreiders verder aan te sturen en om daar verantwoordelijkheid te dragen. Zij zat in het Nationaal Comité van Verzet, in het hoofdbestuur, met twee mannen. En verder waren de senioren en je had een hoop junioren, dat waren vaak studenten. En zij kwamen dan naar de Maliebaan toe. Dan werden ze vaak ontvangen door Tellegen die op de sofa lag. Want Tellegen had een tamelijk zwakke gezondheid. Ze had altijd hoofdpijn, was altijd moe, ziek en misselijk. En moest vaak rusten. Maar op het moment dat er iets gaande was, dat het spannend werd, dan knapte ze op en kon ze alles aan. Opeens had ze dan een ijzeren gestel. Door haar plaats hier aan de Maliebaan in Utrecht heeft zij een centrale rol kunnen spelen voor het verzet in het hele land. Zij was op de een of andere manier, zeker toen ze in het Nationaal Comité van Verzet zat, was zij een landelijk verzetsleider. Teller ging ook regelmatig naar Den Haag om daar met de top van het Nationaal Comité van Verzet de lijnen uit te zetten. En dat beviel haar heel goed. Maar vanuit Utrecht, als centrale stad, gingen de directieven als het ware het hele land door. En daarom was Utrecht als zodanig een belangrijke stad in het verzet. En het bijzondere was dat Tellegen inderdaad, en later met haar persoonlijke assistent Janneke Zwarts, hier op deze plek hun domicilie hadden. Een plek waar ze naast de SD en naast de SIPO, de Duitse veiligheidspolitie, zaten. De Sicherheitspolizei was een club wat eigenlijk zich bezighield met het oprollen van verzetsbewegingen in Nederland. En daar hadden ze eigenlijk alle middelen voor.
Dat was contra-spionage, het infiltreren in verzetsbewegingen, tot het daadwerkelijk arresteren van verzetslieden of mensen die verdacht werden van verzetsactiviteiten. En die werden dan naar dit pand gebracht om verhoord te worden. En dat ging natuurlijk hardhandig aan toe. Er werd gewoon gemarteld om maar gewoon die informatie eruit te halen. En eigenlijk maar weinig mensen zijn via de voordeur het pand weer uitgegaan. Sommigen zeiden dat zij vanuit haar raam kon zien welke mensen opgepakt werden. En uiteindelijk naar de matterkamers hieronder in het gebouw werden gestuurd. Ja, in het pand zoals we nu zitten, op hoofdlijn is het natuurlijk ongewijzigd gebleven. En met name het souterrain gedeelte, want daar weten we dat de gevangenen ook zaten. En er zijn twee kleine cellen. Er waren twee wat grotere cellen en we weten ook waar bijvoorbeeld de kamer van de bewakers was. Op bevel van de Nederlandse regering, tijdelijk te Londen gevestigd, legden de spoorwegmannen in ons land van hoog tot laag het werk neer. Verlaten waren de stationsemplacementen en het gehele spoorwegverkeer was lamgeslagen. Dat was haar finest hour, die spoorwegstaking. Zij heeft als een spin in het web die staking geleid. En dat was ook weer eigenlijk in overleg met Market Garden, de operatie die in Arnhem plaatsvond. Dat vanuit Londen men bedacht heeft van hé, dan moet de aanvoer van troepen naar Arnhem toe moet bemoeilijkt worden. Dus daarom een spoorwegstaking, dat er niet te veel treinen konden rijden, of liever helemaal niet, richting Arnhem. Wat heel belangrijk was in die periode was dat de spoorwegambtenaren, de spoorwegmensen, dat die betaald werden. Want als je staakt, dan moet je wel je gezin kunnen onderhouden. Dus het radenwerk lag stil. En Tellegen zorgde ervoor, onder andere in samenwerking met het steunfonds van Walraven van Hal, de zogeheten bankier van het verzet, die uiteindelijk via de Nationale Bank aan geld kon komen, zorgde zij ervoor dat de spoorwegstaking kon voortduren en dat de spoorwegstakers al het geld kregen wat ze nodig hadden. En Janneke Zwart, haar assistente, vertelt wel dat ze met stapels bankbiljetten van de bank naar andere plekken reisde om iedereen maar van contanten te voorzien. Er zijn op een gegeven moment arrestaties verricht, in Amsterdam ook, waar allerlei verzetsschema's op stonden, waar ook Dr. Max uitgebreid als spin in het web stond, aangegeven. En uiteindelijk denk ik dat mensen wel zijn doorgeslagen tijdens die verhoren en gezegd hebben van dat ze maar dicht bij huis moesten kijken om Dr. Max op te sporen. En dat het zo uiteindelijk verraden is. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ze het uiteindelijk wisten. En ik denk dat Tellegen wel op de een of andere manier een seintje heeft gekregen van nu moet je weggaan, nu wordt de grond te heet onder de voeten. Dan zijn ze in eerste instantie uitgeweken naar de Brigittenstraat. Later is zij naar Amsterdam gegaan, waar ze de situatie kende, want daar had ze gewoond. En mejuffrouw Schwartz, Lisbeth, die is in Utrecht gebleven. De manier waarop zij met Tellegen samenwerkte in het verzet, dat heeft op haar een onuitwisbare indruk gemaakt. Dat, ik denk dat haar leven ervoor heeft getekend. En ze heeft grote bewondering geuit in de gesprekken die ik met haar voerde over hoe het in het verzet ging en hoe Marianne Tellegen dat verzet leidde vanuit haar plek hier in Utrecht. En dat Marianne Tellegen eigenlijk nooit bang was. Je hebt bijvoorbeeld de verzetstrijder Willem Nagel, de latere J.B. Charles, auteur, die in het verzet zei van ja, dan heb je een vrouw die zich Dr. Max noemt, op een tamelijk skampere manier. En je hebt de verantwoord die haar geen ruimte geeft om haar talenten in te zetten, als het ware. Dan had je ook wantrouwen bij mannen die denken, wat moeten we met deze vrouw? Oud-premier De Quay bijvoorbeeld, die haar vrouwelijkheid betwijfelt. Die denkt, wat is het voor mens? Lesbisch of zoiets. Dus er is altijd iets om haar heen geweest wat bij sommige mannen weerstand opriep. Van hoe kan dat, dat zo'n vrouw dit allemaal doet? Uiteindelijk toen de oorlog afgelopen was, toen stortte ze in zekere zin in. Zij vond het toen zo teleurstellend dat
die eenheid die er was in de oorlog, in haar nauwe kring van verzetslieden, verzetstrijders. Dat opeens dat, die nauwe samenwerking, die samenbinding, dat die verdwenen was. Dat de spanning weg was. Dat ze daardoor een soort depressie kreeg. Het was ook in de tijd dat Janneke Swarts bij haar wegging om elders werk te doen. Ze voelde zich buitengewoon alleen. Maar er kwam gelukkig wel een positief teken uit het Koninklijk Huis, dat in de vorm van Wilhelmina haar vroeg om eens te komen thee drinken. Toen heeft Wilhelmina na dat gesprek besloten om Marie-Anne Tellegen te benoemen tot directeur van het kabinet van de koningin. Wat een hele intrigerende vrouw, denk ik wel, ook in haar opvattingen. Ze was een hele vrijgevochten geest. Stoere mannen die echt toch wel dingen hebben gedaan, gevaar voor eigen leven. Die verklaarden dat zij niet geloofden dat ze werden geleid door een vrouw, dokter Max. Want de bevelen die van hem kwamen, ja, dat was van een echte man, vonden ze. En ze heeft later wel eens gezegd dat ze niet geloofde, maar dat ze het mooi vond als mensen wel konden geloven. Dat ze daar wel jaloers op was. Dus er zit een spiritualiteit in Tellegen die haar ook dingen deed doen die ze deed. En dat maakt haar tot een hele bijzondere vrouw. Ik had haar wel willen ontmoeten, wel. Dat wel, ja.